Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Ik denk dat dit de allerlaatste video is van FC24. Ga aan mijn laatste rewards, mijn laatste FUT Champs rewards. En misschien, als dat kut is, wat zieke pakketten openen. Ik heb het spel ondertussen al opgestart. Het gaat los. We moeten volgens mij nog één pot spelen. En dan... Oh. Ja. Dank je. Nou, dat is mijn vriendin. We zijn echt allebei, als je het kunt horen, echt... Ik denk sinds vorige week. Ik werd ziek. Ik word niet heel veel ziek. Niet lichamelijk, laat ik het zo zeggen. En ik heb echt nog steeds mijn stem hoesten. En nou, je zag het mijn vriendin dan ook. Het is echt bizar. We zijn geveld. Misschien ook corona. Ik heb geen idee. Maar voordat deze video verder gaat, heb ik echt iets heel erg diks. Dames en heren, jongens en meisjes, ik heb echt iets heel erg diks. Jullie kennen Sorare en het EK komt eraan. Daarom kan je nu in Sorare een hele vette game mode spelen met mijn eigen subleague. Waarin echt heel veel dikke prijzen vallen te halen. Het werkt dus zo. Je klikt op Join League. En op het moment dat je gejoined bent, kan je naar de matches gaan. En dat doen we. We gaan hier naar matches. En je ziet hier dus alle wedstrijden die hier rond om het EK zijn. Je kiest je line-up. Kiezen bijvoorbeeld wie zal er gaan keepen bij Frankrijk. Nou, maakt niet zoveel uit. We kiezen gewoon even wat spelers waarvan wij denken, die gaan het heel goed doen. Oké, lekker aanvallend team. Mbappé, Dembele, Hernandez, Areola. En die andere, die ken ik niet. Je confirmt de formatie. Je klikt op continue. En zo ga je dus het hele EK af. Prijzen die je kan winnen in mijn subleague. VIP-tickets voor een voetbalwedstrijd in de Premier League of in de Bundesliga. Heel veel gesigneerde shirts gaan we weggeven. Gesigneerde shirts. In-game rewards in Sorare. Buiten mijn league kan je echt nog zoveel meer prijzen winnen als je gewoon algemeen een van de beste wordt. Dus doe mee met de leukste EK-pool van deze zomer. Klik in de omschrijving op het linkje van Sorare en join mijn league. Maak voor elke wedstrijd een groepfase vast jouw line-up. Met de spelers waarvan jij denkt, die gaan het goed doen. En probeer eerst te worden in mijn EK-pool. Veel succes! In ieder geval, we moeten nog... Eén pot spelen, ja. Linksback, die zullen we even neerzetten. En weet je, we zitten in een positieve sfeer. Het is waarschijnlijk de laatste rewards van dit seizoen. Ik ga gewoon een win weggeven. Weet je, normaal, ik druk serieus, ik ben echt heel salty. Ik druk altijd gewoon op start, maar ik geef nooit een win weg. Zullen we even kijken naar zijn team? Ja, kijk, deze jongen gunnen het. Kijk, hij heeft natuurlijk een paar goede kaarten, maar oké, misschien is hij wel heel erg blij als we hem een win geven. Kijk, alsjeblieft jongen, druk op start. Graham viert het feest alsof ze de Champions League heeft gewonnen. En we zijn er vandoor. 11 winsten, rang 5, in beeld. De finale is voltooid, de laatste FUT Champs van het jog ooit. Voor deze game in ieder geval. Ik ben benieuwd welke game we volgend jaar gaan spelen. FC25 of FC25. Dit zijn in ieder geval de rewards. 94 plus hè. Dit is dus 94 plus player pick. Jog kan niet wachten. 1 van 3 ultimate champs. We gaan zoveel TLC's vandaag packen. Dat kan niet anders. Wees geklikt. Jog, de spanning. Oh, zo. Oh, het slijm uit de longen van het Jog. Dybala. Ik heb haar toevallig van de week opgezocht. Lewandowski. Ja, ik vind die Dybala wel... Ja, die is wel ziek. 5-5, 99 dribbles. Dat is volgens mij 1 meter 55. We kiezen haar gewoon. Ja, wat maakt ons het nog uit? Oké, 1 van 3. Ultimate Champs. Gaat hij de tweede? En het is... Mijn gevoel zegt de middelste. Maar Stanway, nog nooit van gehoord. Dat is gewoon de gullet onder de vrouwen, joh. Ja, deze weten we wel. Maar die Stanway, ja, we kiezen haar niet. We kiezen voor een goede linksback. Die hebben we eigenlijk nog wel nodig. Dan gaan we naar het winkeltje. We openen eerst even deze. 85 plus, 2 spelers. Kijk, waarom moet Joch sowieso niet verder gaat spelen dan dit weekend wat we nu hebben gedaan. Nou, dit kunnen we discarden. Laten we hem alles gewoon discarden. Dat maakt ons het uit. Joch, heb ik nog niet eens verteld, denk ik, gaat de komende weken naar het EK. Samen met KPN, samen met de KNVB, gaat het Joch 2 weken minimaal, misschien wel 3, richting Duitsland. Kijk, wat zijn het voor pakketten trouwens? Dit is het ultimate pakket. Helemaal niks in. Weg ermee. Dus Joch gaat 2 weken naar Duitsland. Elke dag alleen maar content maken. En ik wil eigenlijk elke dag iets delen. Op TikTok of op YouTube Shorts. We gaan dus de komende tijd veel andere content op deze kanalen delen. FIFA, heel eerlijk, het is klaar. Team of the Season was klaar. Is leuk. Is altijd even een leuke periode. Maar nu het EK, jongens. Het jocht is 2 weken daarheen. En ik heb er heel veel zin in. Houd dus goed mijn socials in de gaten. Instagram, TikTok. Want ja, daar komen dikke dingen aan. We gaan even naar de winkel. Ik heb dit net al gezien. Je hebt een Ultimate Tots Prisma pakket. Bevat gegarandeerd 11 Team of the Seasons. Of een Team of the Season Plus of Team of the Season Moments. Dus hier zitten gewoon alleen maar Team of the Season. Besef even
dat dit pakket gewoon uit is op de markt. Dat je vroeger had je een ultimate pakket, een ander soort pakket. En nu heb je gewoon dus pakketten die kosten 750.000 munten. Valt dan nog mee. 11 Team of the Seasons. Nou, als je nog niet wist waar de game aan kapot is gegaan, dan weet je het nu wel. We gaan hem gewoon openen. 11 Team of the Seasons in één pakket. Het is een middenvelder, het is een Italiaan. Het is onze grote vriend Pellegrini. En er zit daarachter natuurlijk Alisson. Maar goed, je hebt heel veel 92, 93's die prima zijn. Pack, kijk, 95 zelfs, omdat het de moments zijn. Joao Felix, Camavinga. Het is wel echt een ziek pakketje. Ja, dus gewoon als je één zo'n pakket opent, heb je gewoon je hele team vol met Team of the Seasons. Ja, deze discarden we ook gewoon. Wat maakt ons het nog uit? Dit pakket wil ik nog wel een keer openen. Oh, 11 gegarandeerde spelers erin. Mijn stem, het kan niet meer. Maar Joe gaat het wel openen. Het is een Rus. Hij speelt bij Monaco. Dit is best wel een lekker kaartje. En wie komt daarachter? Het is een topper. Kijk maar, want hij komt aangelopen. Dan is het altijd een goede kaart. Het is Donnarumma. Altijd die keepers, hè. Die komen altijd nog in voor. Maar Palmer, Di Marco, die had ik al. Bonucci, Hegerberg. Ja, ook weer Palmer. Sancho, ja, die had ik dan al. Oké, die kan weg. Palmer is wel, dat is echt een hele goede kaart. Die heb ik toen nog voor 2 miljoen gekocht. Ik weet zeker dat die gewoon brandhout is op dit moment. Je krijgt er niks meer voor. Ja, we kunnen dit pakketje ook nog openen. 600, ja, dan zet ik al mijn coins zijn er doorheen. Laten we deze gewoon doen. Nee, niet met die, maar wel met die. Team of the Season. Het is, oh, Mahrez. Mahrez, kijk. Oh, Mahrez. Met zijn prachtige vrouw. Die vrouw van hem. Ik zie alleen maar haar met tijdlijn voorbij komen met die Prime video's. Ja, dat is echt de grootste goal dingen die ik ooit in mijn leven heb gezien. En we pakken Savio ook nog eens voor de 15e keer. Neymar, Edison. Schitterend. Oh, Joch. Hij heeft zoveel pech. Wilt erin, wilt er weer uit. De surf van EA lijken niet te werken. Oh, pas. Dan zit je hier met je verkouden kop. Oh, vreselijk. Nou, we gaan er even tussenuit. Zijn zo terug. Nou, we zitten eindelijk in het team. En we hebben ook al wat spelers toegevoegd. Ja, we hebben nog zoveel spelers die we in kunnen gooien. Palmer ook, George Best. Ja, dit is dus. Ja, ik zou zeggen, dit is mijn eindteam. Ja, weet je, het bevat zoveel goede Team of the Seasons. En ik heb echt veel goede spelers gehad. Maar ja, gewoon Mbappé nog steeds en al die andere kaarten. Maar zodra Team of the Season komt, kan je eigenlijk al je oude spelers. Die al die SPC's, al die momenten, die kan je eigenlijk allemaal in de prullenbak gooien. Dit is gewoon mijn eindteam. Dit was FC24 voor mij. Misschien dat er ongetwijfeld binnenkort nog iets komt. Maar ik ga me de komende tijd dus heel erg op de EK focussen, wat ik net al zei. Doe mee met Sorare, dat is heel erg leuk. Echt heel veel dikke prijzen winnen, je hoeft er niks voor te doen. Volg mij ook sowieso dus even straks als ik elke dag een soort vlogtrip ga maken van het EK. Hoe ik daar ben en hoe ik het ga beleven. We gaan naar alle wedstrijden. Ja, het wordt echt gruwelijk. Ik heb nu al zo zin in het EK. Wordt echt heel dik. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En we zien elkaar snel weer. Ciao mensen. Bye bye.